Goedemorgen iedereen. Vandaag is het precies 80 jaar geleden dat 24 Limburgse partizanen in het fort van Breendonk werden vermoord. En samen met het Genootschap voor de Studie van Wereldoorlog 2 in Limburg wil het gemeentebestuur dit niet vergeten. Een van deze 24, Gaston Delsaert, was een dorpsgenoot en ligt hier begraven. Gaston is op 17 januari 1944 door de Duitse bezetter opgepakt en na wat omzwervingen naar het fort van Breendonk gevoerd. Daar, na bijna 3 maanden van gevangenschap en foltering, werd Gaston op 11 april 1944 gefusilleerd. Heel hartelijk welkom namens het gemeentebestuur hier op onze begraafplaats. Toen het Genootschap voor de Studie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg de vraag stelde aan ons gemeentebestuur of wij wilden deelnemen aan de herdenking vandaag, hebben wij er niet lang over getwijfeld. Het is belangrijk dat we de geschiedenis durven vertellen hoe ze geweest is. Dat deze herdenking vandaag gebeurt tegen de achtergrond van verschillende oorlogen, we weten dat op dit eigenste moment, terwijl we hier staan, elders drama's gebeuren, geschiedenis zich herhaalt eigenlijk, waarvan wij hoopten dat zich dat nooit meer zou voltrekken. Juist daarom is het belangrijk dat wij dankbaarheid tonen voor onze vrijheid en voor degenen die daarvoor gestreden hebben. Dat we herdenken, dat we de geschiedenis blijven vertellen, want op die manier kunnen we misschien toch een klein zaadje voor vrede planten.